acties VMS opgeschort na overleg met president Bouterse. HINT faciliteert driedaagse workshop over moslimtoerisme. En Kwaku Festival van start gegaan in Amsterdam. Goedenavond, het is zondag 14 juli 2019. Welkom bij het STVS Journaal. De actie, aangekondigd voor maandag door de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, is opgeschort. Er is overleg geweest onder leiding van president Desi Bouterse. Afgesproken is dat de president de ruimte heeft om zich te buigen over enkele cruciale punten. Partijen leggen zich verder het zwijgen op in deze kwestie. De acties zijn opgeschort tot donderdag 18 juli. Partijen hebben knelpunten uitvoerig besproken, waarvan een groot deel is opgelost en waarover afspraken zijn gemaakt. Uit IGAARTS voor de president is afgesproken dat de acties worden opgeschort tot donderdag 18 juli, opdat de president enige ruimte heeft om nog enkele cruciale punten verder af te stemmen binnen de regering. Partijen hebben afgesproken een persstilte tot dan in acht te zullen nemen. Suriname treedt deze week als gastland op van een aantal workshops die zullen worden gehouden over de ontwikkeling van moslimvriendelijke toerisme in Suriname en Guyana. De workshops worden geleid door het Islamitisch Centrum voor de Ontwikkeling van Handel, een tak van de OIC. Beleidsmakers en praktijkmensen uit Suriname en Guyana zullen de trainingsworkshop bijwonen. Het doel is om basisconcepten over moslim-friendly toerisme te introduceren. Suriname en Guyana hebben een belangrijke moslimpopulatie en willen hun toerismesector samen opvoeren. In overeenstemming met het actieplan van de OIC 2025. De opening van deze workshop is in de hal van KKF en zal op 15 juli worden verricht door minister Stephen Chang van Handel, Industrie en Toerisme. Het gebruik van zoethoudende dranken op scholen moet worden beperkt. Diëtiste Jennifer Plein zegt dat te veel suiker in de vorm van zoethoudende drank ook een negatieve werking heeft op het lichaam van het jonge kind. Plein geeft aan dat vele drankjes na suiker ook veel zuur bevatten, wat heel ongezond is voor het lichaam van de kinderen. En dat zuur naast de suiker uit het drankje, dat zuur tast ook heel erg je gebit aan. En dus het is ook voor je tanden gewoon slecht. En de mondgezondheid, dat brengen we eigenlijk vaak niet in verband met de rest van ons lichaam. Maar dat is wel het begin van waar de gezondheid van ons lichaam begint. Dus dat is wel belangrijk. Zelfs sappen zit heel veel zuur in. En heel veel suiker. Dus het verschil tussen sap en soft en stroop is niet groot. Wat wel zo is in soft en in stroop, zit ook nog heel veel kleurstof en smaakstof. En ook dat is niet goed. En wat zie je vaak vooral bij kleine kinderen, zowel suiker als kleurstoffen als smaakstoffen kunnen ze heel erg druk maken. Op scholen is het al jaren gebruik dat tijdens de pauzes voeding en drank aan de kinderen ten verkoop worden aangeboden. Veelal wordt het gedaan om de schoolkast te versterken. Door bewustwordingscampagnes van de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid is een aantal scholen ertoe overgegaan om met name zoethoudende dranken niet meer aan te bieden aan hun leerlingen. Dit wordt toegejuicht door assembleelid Naomi Samidin. Gezonde voeding moet volgens haar worden gecombineerd met beweging. Als alternatief op ongezonde voeding en drank is een fruitdag op de scholen volgens haar een goed idee. We hebben altijd wel fruitbomen op ons erf. En waarvan we vinden dat het overgrote deel eigenlijk gewoon daar valt. Als we kijken naar de manjatijd bijvoorbeeld. Als je wat thuis hebt, een overschot, neem het mee naar school. Er zijn altijd wel kinderen die geen manja's eten. Appels, onze Surinaamse vruchten. Dat we een fruitdag één keer in de week introduceren. Waar we fruit brengen naar school. Waar de kinderen fruit brengen naar school en aan elkaar verdelen. Vanaf de basis moeten kinderen het belang van gezonde voeding worden aangeleerd. Het onderhoofd van de Sint-Lituina School, Rosita Aseri, biedt de leerlingen regelmatig fruit aan op school. In de klas kan je het promoten. En de kleuterschool bijvoorbeeld heeft onlangs een
een thema gezonde voeding gehad. En dan mochten ze zelf van huis uit fruit meenemen. Dus je vertelt wel degelijk aan de kinderen. En de mama's, de ouders moeten proberen om zoveel als ze kunnen een beetje fruit binnen te halen. Het districtsbestuur van Para doet er alles aan om het district toeristvriendelijk te houden. Daarnaast is voor de verdere ontwikkeling van het ondernemerschap een milieuvriendelijke omgeving een belangrijke vereiste, zegt DC Arman Jurel. Para is ook het eerste district waarmee toeristen kennis maken wanneer zij Suriname via de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven binnenkomen. Als u aan de overkant kijkt, ziet u dat er een RGD-polykliniek is gevestigd dat binnenkort operationeel zal zijn. Dat wil zeggen dat hier in het centrum een enorme drukte gaat ontstaan. Dus als we praten van zeggen wat ons te wachten staat, in positieve zin, dan is het met betrekking tot onze gezondheid dat we mogen verwachten dat we tenminste eenmaal 24 uur artsen hebben, want ze gaan hier wonen, we gaan 3 artsen hebben hier in het gebied. Tot 11 uur 's avonds zal de RGD-polykliniek ter beschikking zijn. Er zullen ambulances zijn als er iets gebeurt dat de mensen zo snel mogelijk vervoerd worden indien er zich een ongeval of wat dan ook voordoet dat ze worden vervoerd. Voor de rest, ID-kaartensysteem, en dat heeft te maken met een burgerij. ACBB, we gaan hier ook onze elektronische ID hier maken. Dat is hier zo beneden. We zijn bezig met een voorbereiding. Dus dat zal ook versneld ter hand worden genomen. Dat er op verschillende locaties de mensen in de gelegenheid worden gesteld om een ID te maken. Dus die unit komt ook hier. Infrastructuur wordt aangepakt in het district. De wegen worden gerehabiliteerd. En terwijl dat infra dan een natte, dan een droge infra. Aan natte, alle kanalen en goten enzovoorts kregen worden opgehaald in heel het district. Maar ook aan droge infra, de wegen die heel slecht begaanbaar zijn, die worden ook aangepakt. Suriname is een zeer aantrekkelijk land voor toeristen. Willen wij nog meer toeristen ons land laten bezoeken, dienen wij onze eigen omgeving schoon te houden. Ten tijde van DC Jerry Miranda was er al een beweging op gang gezet om het district schoon te houden. Deze strategie heeft haar nut bewezen en wordt door DC Armand Jurel voortgezet. Ik vind het jammer, en dat moet ik wel echt benadrukken, en men roept dus maar op. Tak tederijp, sagwas aan de rij, vice versa. Tak de notrowe cups, blik, biri, batara, naga foombakjes uit de venster. Ik vind het verschrikkelijk dat je dat niet kon doen. Teda buitenland, je doet de sandis aan buitenland toch? Waarom moet je het in je eigen land doen? Zoals mijn rijbakker en wagen, je ziet gewoon dat allemaal in jouw zaak, allemaal terug, gewoon aan mijn venster. En wij moeten steeds weer bezig zijn voor Corribazaak op. Mekaar alles renama op bij deze mekade op. Uno dot ons renang na unkondere. Laten wij ervoor zorgen dat we zorgen dat apresitan kring. Uno trowe batara, foombakje na alle soort sanatit, abra venster. Want wij moeten het weer komen opruimen. Zomaar we met bepaalde smaakwerken over uur. Tap uneng. Het hoeft toch niet? Dus onze policy is, en het is niet alleen voor Sanderegua, Sanima, Herpara, we zoeken voor Kring. En op dit moment wegen autoriteit in Jepunu, Nanga voor Krindenberma, er zijn ondernemers die gefaciliteerd zijn geworden, voor Krindenberma en de Mai Hark. En wat wij doen, is ervoor zorgen dat we zien dat we Abu Egis, maar zeggen we Kring en Remo. Dat na alle die werken, daarom een pressie krijgen. Aan de andere kant is er ook een positieve ontwikkeling te merken als het gaat om het eigen ondernemerschap die in de verschillende sectoren te merken is. Om dit nog meer te stimuleren en ook om meer toeristen aan te trekken, werkt het commissariaat er naartoe om 3 markten op te zetten in het district Para. Deze markten moeten ook verder bijdragen tot een geordende manier van ondernemen. Men hoeft dan niet langs de weg te staan om hun producten te verkopen. DC Jurel zegt dat er behoefte is om op die manier het toerisme verder tot ontwikkeling te brengen. We moeten nagaan in hoeverre een gebied drap is aan de vrij. Als we daar een markt kunnen opzetten zodat toeristen zakken. En ik denk vooral aan de handicrafts van de inheemse, van de Marons die in dit gebied zijn. Maar ook van de andere bevolkingsgroepen waarbij je van alles die te maken hebben met culturele productie.
Los van zaken die we alleen in para kunnen vinden, zoals awara en hoe heet dat andere ding, die dosi, dat soort dingen toch? Maripa, batbati, het zijn vruchten die je niet overal ziet. Dat de mensen dus, het zijn ook ondernemers, dat we ze in de gelegenheid stellen onder een dak, een koele dak, om hun waren te verkopen voor de mensen die allemaal langskomen. Het zijn ideeën, we moeten die dromen werkelijkheid maken. Ik heb ze ook, alvast zeg maar, het is een gedachte, maar de voorbereiding daartoe is al begonnen. Omdat we ook al met de houtunie hebben gesproken. Toch de mensen die hout produceren. Als we hout nodig hebben, zijn jullie ter beschikking om ervoor te zorgen dat die markt er komt. Door het ministerie van OWTNC worden verkavelaars en anderen die bouwwerkzaamheden verrichten erop gewezen zich te houden aan de aangevraagde bouwvergunning. Het ministerie heeft volgens Safita Menig, waarnemend hoofd ontwateringswerken, geconstateerd dat er na bouwwerkzaamheden er vaker sprake is van wateroverlast, omdat de duikers die voor de afwatering moeten zorgen, niet goed zijn aangelegd. Een overloopvergunning heeft een geldigheidsduur. Mocht het zijn dat de burger dan in gebreke is gebleven om een vergunning aan te vragen en zonder dan een geldige vergunning de duikers heeft aangelegd, dan is er een procedure dat wordt ingezet en dat is de burger wordt opgeroepen, middels schriftelijk opgeroepen en de burger wordt in kennis gesteld. De burger krijgt de ruimte om correcties aan te brengen, zo niet als de problemen te groot zijn, dan worden die duikers dan verwijderd door het ministerie, maar de kosten worden dan herhaald op de burger. Verder geeft Menig aan dat het vaak genoeg voorkomt dat burgers wel beschikken over een geldige vergunning, maar onzorgvuldig te werk gaan, waardoor derden dan kampen met wateroverlast. Indien het zo is dat de burger een geldige vergunning heeft, maar in gebrek is gebleven om het ministerie in kennis te stellen, dan wordt de burger ook opgeroepen en dan moet het werk gecorrigeerd worden. En de kosten die hieruit zullen vloeien, dan die zijn ten laste van de burger zelf. Tijdens veldwerkzaamheden van het ministerie van OWTNC is gebleken dat de gemeenschap niet goed geïnformeerd is over de verschillende type bouwvergunning die aangevraagd moeten worden. Om de bevolking tegemoet te komen, heeft het ministerie sinds kort een burgerinformatieunit om de samenleving van de juiste informatie te voorzien. De audities voor de 6e editie van Youth Voice zijn vrijdag van start gegaan. Tot vandaag hebben 82 deelnemers zich opgegeven voor de audities. Uit dit aantal deelnemers zijn 53 door naar de volgende auditieronde. Youth Voice is al jaren een begrip in Suriname, maar na 5 jaar is CVS weer in de gelegenheid om de jonge talenten wederom het platform te bieden om hun kunnen te tonen. En voor CVS-directeur Steven Rodriguez moet Youth Voice blijven bestaan. I keep on falling in out, love with you. Voor dit jaar is er een commissie ingesteld die bezig zal zijn met de verdere uitvoering van Youth Voice. De laatst gehouden Youth Voice was in 2014. Om de kosten dit jaar zo laag mogelijk te houden, zullen er geen audities in de districten worden gehouden. Volgende week hervatten de audities, waarbij er 24 contestanten worden gekozen om vervolgens weer audities te doen tot er 12 finalisten overblijven voor de finale rondes. Tot zover het Nationaal Nieuws. Nou, dit was het STVS Journaal. Een goede school- en werkweek toegewenst. Goedenavond.